Ik werk nu 2 jaar bij ESA. Ik ben jammer genoeg geen astronaut, maar ik regel eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek. En dat is belangrijk om astronauten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun ruimtereis. In 2008 waren er meer dan 8000 inschrijvingen en daar zijn uiteindelijk 6 astronauten uit gekozen. Nu kunnen er zich meer mensen inschrijven, omdat de leeftijd maakt eigenlijk niet meer zo heel veel uit. Er is wel een bovengrens, dus niet ouder dan 50 jaar. De astronauten worden naar het ruimtestation ISS gestuurd. Maar hoe ziet een dag er daaruit? Astronauten slapen zo'n 8 uur per nacht, dan zijn ze goed uitgeslapen om hun werk te doen. Na het ontbijt starten ze met wetenschappelijk onderzoek en soms verlaten ze het ruimteschip om experimenten te doen en het station te onderhouden. En ze sporten ook zo'n 2 uur per dag, anders worden hun spieren en botten te zwak door de lage zwaartekracht. En dan is er natuurlijk ook tijd voor een beetje vrije tijd die de astronauten dan vooral spenderen door naar de ruimte te kijken en naar de aarde te kijken. ESA zoekt niet zomaar de eerste de beste. Het is hard trainen, je bent vaak lange periodes in het buitenland, weg van je familie en vrienden. Dus de selectie zelf duurt ongeveer 1,5 jaar. En daarbij wordt naar heel veel verschillende dingen gekeken. Of je mentaal sterk genoeg bent, of je lichamelijk volledig in orde bent. Ook of je denkvermogen sterk genoeg is om die complexe taken toch aan te kunnen. Heel weinig mensen die bij ESA werken gaan eigenlijk zelf de ruimte in. Ik denk dat er veel mensen het wel zouden willen, maar de meesten blijven toch met hun voeten op de grond. Kei leuk dat je deze video bekeken hebt, maar als je nu nog slimmer wil worden, dan zou ik hier ook eens klikken. Doen, hè?